De zon scheen meer dan welwillend over de door corona lang uitgestelde lenteverf van groei en bloei. Dit keer voor het eerst in Doepark de Hagen. We zijn heel blij dat we na 2 jaar eindelijk weer onze jaarlijkse lenteverf kunnen houden. Oké, en dan had het nogal wat voeten in aarde. Best wel. We zijn jarenlang te gast geweest in het Beeklustpark. En we zijn nu voor het eerst hier in het Doepark. En dat was eventjes voor ons wennen, voor onze leden ook wennen. Maar het is natuurlijk een prachtige plek. Dus we zijn heel blij dat we hier zijn vandaag. Het is heel bijzonder en het is ook een best wel hele kleurige happening. Wat is hier allemaal te zien? Nou, er zijn heel veel diverse kramen met handvaardigheid, glaswerk, tuin, artikelen, planten, loterij, bloemschikken. En ondertussen alles. Zijn gearriveerd in Jennigies. Dus iedereen is er wel wat. Het is hier heel erg leuk. En er zijn al heel veel mensen, dat is leuk om te zien. En we hebben al bijen bekeken. Met ieder hun eigen taak. En we zijn nog maar net begonnen, dus ik denk dat het alleen nog maar leuker wordt. En misschien staat het lager dan, of iets lager, dus om nog een idee dan. Ja. Ja, dat is het. Ja, dat is het. Is het niet zo? Dit is het. Ja. Maar dat was toen niet, hè? En zegt u? Inmiddels staat er weer een hele grote artiest uit Almelo op het podium hier vanmiddag. Thank you.